Ik ga daar niet meer heen. Enkel de gedachte aan wat ik heb gedaan is mij te veel. Laat staan de aanblik. Van alle mensen op deze aarde heb ik jou vermeden. Ga weg. Wij zijn donder, bliksem en regen. We are going to talk about Macbeth today. A Shakespeare play. And what we're going to do is we're going to translate this together. De eerste stap is dat je de leerlingen inspireert en vertelt over het stuk wat je gaat doen. De leerlingen moeten geïnteresseerd raken, moeten zin krijgen in het stuk. Dat kan je doen door zelf een verhaal te vertellen of door gebruik te maken van internet of beide. Al naar gelang de grootte van je groep maak je een aantal groepen en die geef je elk een scène. Het kan dezelfde scène zijn, kunnen verschillende scènes zijn. Dat maakt niet zo heel veel uit. En met die scène gaan ze aan de slag om een globaal beeld te krijgen van waar die eigenlijk over gaat. Dus een eerste, zeg maar, vertaling. Veel meer op inzicht dan letterlijk op de tekst. So have a look at the scene that I've just given you. And read it with each other and talk about what is being said in this scene. Okay? Go ahead. De volgende stap is dat je met de leerlingen in gesprek gaat. Wat hebben ze ontdekt? Laat ze aan elkaar vertellen waar hun scène over gaat in het Engels en wat dan de vertaalkeuzes zijn. Nogmaals, niet letterlijk, maar je zult al snel merken dat een aantal toch al wel met een zin aan de slag zijn gegaan. Dus het eerste moment dat ze echt een beetje grip krijgen over en op de scène. De volgende stap is dat ze echt gaan vertalen. Het technische werk. Ze gaan met behulp van alles wat je kan verzinnen, Google Translate of woordenboeken, aan de slag, woord voor woord, elke zin, met de vertaaltips aan het werk. But try and translate that as much as you can, in such a way that you can perform. Okay? Go ahead. Okay, ladies and gentlemen. Now, I just want to have a look and see how far you've got. De volgende stap is weer even kijken, wat is de tussenstand? Wat hebben de groepjes allemaal ontdekt? Wat zijn de dingen die niet zo goed lukken? Wat zijn de dingen die wel zo goed lukken? Even aan elkaar vertellen, hoe ver zijn ze op dit moment? So it starts off with the answer of Lady Macbeth. And she says, that which hath made them drunk, hath made me bold. En zij zegt, hetgeen dat hen dronken heeft gemaakt, heeft mij moed toegesproken. Excellent translation and a very interesting new setting to put that in a church situation. But what does the class think? I need tips and tops. Well, I thought it was very good. The setting was great. Translation was great too. And well, I don't have any tips because I thought it was, well, perfect. Anybody choose a different situation? What did you choose? We chose for a television program situation. Okay, that is different. Mm-hmm. What did you do? We chose The Voice. Which scenes? Tell me something about it. What did you do? We have the opening scene. These are the judges. Goedenavond allemaal. Welkom bij The Voice of Wickedness. Laten we ons introduceren. Wij zijn Donder, Bliksem en Regen. Now, what I want you to do next, after these brilliant examples of how to translate one of the Macbeth scenes, what I want you to do is finish the translation. And finish it in such a way that you can perform, okay? So I'm giving you 20 minutes in this lesson. At the end of the 20 minutes, I want you to be able to perform these Macbeth scenes, okay? Get to work. Now what I want you to do is go to the places you want to rehearse. That could be in the central room over there. You could go to the old staircases. You can stay here. Go there, rehearse your scene, because we'll be filming it in 20 minutes time. Okay? Go ahead. Yeah.
dan komt de laatste en misschien wel de leukste stap. Is dat je echt gaat optreden. Alle groepjes laten hun eindscène zien. Dat kan gewoon in de les, dat kan op het toneel van de school, waar je ook wil. Het belangrijke is dat je het filmt en dat je het inzet, zodat je mee kan doen met de wedstrijd.